Vrijdag gaat het open, 7 uur 's avonds. Een nieuw restaurant op de Hoogstraat. Een Spaans restaurant. Tegenover mij de twee uitbaters van het nieuwe restaurant. Hoe gaat die heten? La Follonera. 4 jaar geleden, ik had een droom. Ja, en die droom kwam iemand tegen mij en geeft me een papier. Ja, dat is waar. En op de papier zeg, open de papier en lees wat er staat binnen. En in die papier was de naam La Follonera. Dus dat is de reden waarom ik heb deze naam gekozen. Ja. Voor mij La Follonera betekent ja, gezelligheid, familie, een beetje wat ben ik. Maar is het anders? Ja, je hebt in Amsterdam gewerkt bij een theaterkeuken. Hoe ben je in Schiedam terechtgekomen? Eén keer ik was hier met de auto en ik heb gezien dat Schiedam zo mooi was. Mooie dag, zomer, mooi oude gebouw, dat vind ik ook super mooi. De molen, ja. En ik vind hier mooi, ik wil hier een restaurant openen. Dat is. En jij als ex-Amsterdamse, hoe vond jij Schiedam ineens? Nou, ik was wel buiten Schiedam geweest, Schiedam Noord. Ik was wel eens in het theater geweest. Maar ik was nog nooit in dit oude centrum geweest. Terwijl ik wel de weg weet in New York, Singapore of waar dan ook. Dus het was voor mij echt een verrassing toen ik hier binnenkwam. En ik hou van geschiedenis, omdat ik in Amsterdam ook stadsgids ben. Dus ik vind het prachtig, die mooie oude gebouwen. En ja, prachtig. Ja, echt heel leuk. Ja. Heb je heel veel formules tegenwoordig, hè? All you can eat zie je overal. Je hebt tapas, hapas, weet ik veel wat. Wat wordt dit voor een formule in dit restaurant? Deze restaurant is een restaurant gebaseerd in twee concepten. Eentje is in Noord van Spanje, met tapas, maar ook met gerechten. Ja, dus de mensen kunnen genieten van tapas op de bar, bij een goede wijn. Wij gaan met Torresbergen, is een bekende Spaanse merk van wijn. En ook van Chili, ja, is Torres Spanje, Torres Chili. En ook gerechten. Ja, ik wil een gerecht van de wereld soms. Ik wil ook een soep van de dag, soep van de week en live muziek. Vrijdag gaat hij open. Je ligt helemaal op schema. Alles is op tijd klaar. Hard werken, handenslag. Wij doen het beste. Maar zeker mooie sfeer, Spaanse sfeer, karakter, passie en lekker eten. Boscalis is tijdens het afgraven van de kade, de hoogte van de vismarkt, op de oude fundaties van de havenkraan gestuit. In overleg met de gemeente Schiedam is Bureau Uithaardkundig Onderzoek Rotterdam, afgekort BOR, ingeschakeld om de fundatie in kaart te brengen en te archiveren. De uitvoering van het werk aan de kaders is erop gericht het huidige beschermd stadsgezicht te behouden. Vandaag is bekend geworden dat er geen outletcentrum in Schiedam komt. Voor me staat Fons Oksen, centrummanager van Schiedam. Fons, wat is de reden dat er geen outletcentrum in Schiedam komt? Nou, we zijn de afgelopen periode zijn we met een groep mensen hier in de binnenstad zijn we heel hard bezig met het outletcentrum. Dat is een paar jaar geleden werd het geroepen, dit is de oplossing voor de binnenstad. En we gaan een outletcentrum beginnen. Nou, gaandeweg dat proces hebben we heel veel inzichten met heel veel partijen gesproken. En kom je ook wel tot de conclusie dat dat outletcentrum toch nog voor Schiedam heel ver weg ligt. Maar een van de belangrijke redenen is toch ook wel de concurrentiestrijd die wij dan aangaan eigenlijk met het centrum. Met het centrum van Rotterdam en de Brand Stores die daar al zitten. Maar ja, gaandeweg dat proces, dan moet je op een gegeven moment moet je wat gaan roepen. Je moet naar buiten toe ermee. En we hebben die conclusie een tijdje geleden hebben we genomen van we gaan niet met die outlet door. Maar we zijn wel met die ontwikkeling die van die outlet, die is voor ons wel heel erg belangrijk. En vooral die structuur die erachter zit. Wat is dan de bedoeling wat jullie nu gaan doorzetten? Nou, in het hele proces wat we met elkaar nu doorgaan, hebben we wel heel veel geleerd. En een van de zaken die wij geleerd hebben is de structuur en de opzet en alles wat erachter zit van een outletcenter, dat heel erg goed is en dat dat ook heel erg past hier in Schiedam. En onder andere waar we over praten is een stuk Hoogstraat waar we de hele tijd ons op gefocust hebben. En daar gaan wij ook echt mee door en daar zijn we met serieuze partijen in gesprek. Die gaan we ook allemaal bij elkaar bundelen en we zijn nog steeds voornemens op een heel kort termijn toch tussen de 15 en 20 winkels hier te openen op de Hoogstraat. Je zei net Rotterdam is eigenlijk een concurrent voor ons, de brand stores die daar zitten willen eigenlijk niet naar Schiedam gaan. Jullie zijn wel in gesprek met andere partijen, kan je daar iets over vertellen? Nee, ik kan nog geen echte directe namen noemen, ondanks het feit dat we wel met heel veel partijen samen zijn. Maar goed, we zijn daar nu mee in gesprek, dus dat moeten we toch wel even voorzichtig. Wat voor termijn verwacht je dat er zeker 20 winkels gevuld gaan worden? Ja, nou ja, weet je, dat we met het outletcentrum hebben gezegd, binnen nu en een vingerknip hebben we Schiedam gevuld als outletcentrum. Of dat werd toen gezegd en dat blijkt dat het niet is en dat vinden we ook erg vervelend. We vinden wel dit moment dat we het
naar buiten moeten komen om, wat te vertellen. Hè? Want het duurt toch allemaal wat lang. Maar ik kan geen voorspellingen doen. En ik hoop toch wel dit jaar op zijn minst de goede invulling te hebben. Alleen ja, als me dat niet lukt, omdat we met inzichten zitten en dat we steeds professionaliseren. Toch iets in één keer wat goeds neerzetten en niet zomaar even proberen. Ja, dat is niet echt een tijd. Maar ons voornemen is gewoon wel dit jaar absoluut met de opening te komen. Het is Vrouwendag vandaag, u weet het? Ja, dat ik weet, ja. Wat is Vrouwendag voor u? Ja, gewoon, ik doe gewoon niks in de Vrouwendag. Misschien met mijn vriendinnen lekker koffie drinken, samen zitten. Praat over wat er in de afgelopen tijd is gebeurd? Ja, ook. De veranderingen voor de vrouw? Ja, ook. Ja, dat is een leuke dag. Altijd. Waar komt u vandaan? Poland. Daar is ook dag vrouw en wij altijd krijgen bloemetje van de maan. Mooi. Vrouwendag? Oh, wat leuk. Ja, nou, dat wist ik niet. Ja. Je wist het niet? Nee. Je wist het echt niet? Nee, wist ik echt niet. Nu je het wel weet? Ja, leuk. Ik weet niet wat het inhoudt, dus. Ik wist het ook niet. Je weet wel wat het inhoudt? Nee, ik heb geen idee. Meen je dat nou echt? Nou, het is vast een dag waar de vrouw in het middelpunt van de belangstelling staat. En waar de vrouwenrechten voorgedragen worden. Is het iets vanzelfsprekend zal geworden? De rechten van de vrouw? Ik hoop van wel, voor mij in ieder geval wel, maar niet in de wereld, denk ik. Maar voor jou in ieder geval niet een dag om bij je stil te staan? Niet voor mezelf, maar misschien wel voor de rest van de vrouwen in de wereld. Het is Vrouwendag vandaag. Ja, wist ik niet. Maar u bent wel uit de tijd dat de vrouw het wat minder goed had dan de vrouw van vandaag de dag. Ja, dat is waar. Dat hoor je wel meer, hè? En heeft u er wat van gemerkt in de loop der jaren dat het veranderd is voor de vrouw? Nou, ik dacht toch, de vrouwen toch wel vrij mondig zijn tegenwoordig, hè? Ja. Dat dacht ik wel.